Beste mensen, ik sta hier in de Rozenberg. Ik weet niet of jullie de abdij kennen. Het is een heel mooie abdij met een eigen architectuur. En ik heb ze speciaal gekozen voor die vaste periode. Waarom? Ik denk dat onbewust daarin meegespeeld heeft de eenvoud en zelfs de strengheid van de architectuur. U ziet, het is heel eenvoudig. We gaan de vasten in, we gaan naar Pasen toe. Voor mij is het de tweede keer dat ik deze periode mag meemaken in ons bisdom. Het is weer een beetje bijzonder. We kunnen weer niet doen wat we dachten te doen. Ik heb het woord gebruikt vorig jaar, coronaretraite. Een coronaretraite, een retraite blijft niet eeuwig duren. Ook de vasten blijft niet eeuwig duren. Maar de corona blijft wel duren. Ik hoor heel veel mensen de laatste tijd, het weegt. Ik zal dat allemaal niet herhalen, je kan het lezen in de kranten. En je hoort het op de televisie, hoe zwaar het is. Het zijn altijd dezelfde formules die terugkeren. Voor ons zit daar een uitdaging in, als christen. De eerste vraag die zal komen, en die komt, dat is, wat is de betekenis van jouw geloof in zo'n periode? Is geloof alleen iets voor als het goed gaat, dan gaan we ook naar de zondag naar de mis, en is het plaatje volledig? Ik durf zeggen dat ons geloof er speciaal is voor vandaag. Voor ons persoonlijk, maar ook voor de anderen. Dat wij persoonlijk naar de anderen moeten gaan. Omdat we geloven dat het leven sterker is dan de dood. En dat maken we mee. Die strijd, die uitdaging, houdt dat geloof stand in de cultuur van vandaag, in onze maatschappij, met die concrete mensen waarmee we samenleven. In een cultuur waarin zoveel tegenstrijdige ideeën en verschillende strekkingen samenkomen en wij leven samen, hebben wij daar onze plaats in? Dat hangt eigenlijk alleen van ons af. Of misschien niet helemaal alleen maar van ons. We krijgen het. We krijgen het al 2000 jaar. In heel verschillende omstandigheden, in totaal verschillende culturen. We hebben overal getuigen rondom ons. Die tonen door hun leven wat dat betekent, geloven in de verrijzenis. En ik wens jullie die vreugde van de geest toe. Die vreugde die komt uit de kracht van de geest. Ik kan jullie verzekeren dat hij gegeven is. Dat getuig ik met zoveel andere mensen. Maar ja, geloven we het? En werken we aan dat geloof? Daarmee zullen we bezig zijn in de volgende weken.